Welkom terug bij de Dutch. Welkom bij deze nieuwe video. Zoals Arles, zoals we in de vorige video hebben gezegd, gaan we dus verhuizen. En Nossa toen al. Ja, ik heb dat al gedaan. Dat zag er een beetje zo uit, zeg maar. Zoals Nossa in de vorige video dus al zei, wilden we hier een aparte video van maken. Omdat het dus best wel een big deal is, zeg maar. Ja, en we hebben ook jullie vragen gezien natuurlijk. En we gaan gewoon proberen de meest gestelde vragen een beetje te beantwoorden. En jullie een beetje mee te nemen in wat we dan de afgelopen jaren, zeg maar, gedaan hebben in de twee huizen. En waarom we dus weg willen. We hebben ook vragen op Instagram gehad. Dus die nemen we ook mee. Voor de mensen die ons al vanaf dag 1 volgen. Dat is 2 jaar geleden. Dag 1, toen wij met ons YouTube-kanaal begonnen. Die weten misschien wel dat ik zelf uit Amsterdam kom en Nos komt uit Haarlem. Ik heb hem een Haarlemmer gemaakt. Vond hij niet zo leuk. Zover dat mogelijk is hier in Haarlem. Maar... Dus op dit moment wonen wij nog steeds in Haarlem. Ja. We zijn ondertussen 1 keer verhuisd, maar we zijn dit hele kanaal begonnen in Werfstraat. Ik kan dat nu gewoon zeggen. Oh ja, nu kan je het adres in zeggen. In Werfstraat. Ja. Heel veel mensen wisten dat toen ook al, want ja, je kan jezelf niet altijd verstoppen. Maar daar hebben we onze eerste video's gemaakt, dus onze eerste video was een Q&A. En ik weet nog dat ik toen heel nerveus was, want ik had nog nooit YouTube gedaan. En, dat was wel echt cute. Ja, toen zaten we ook op de bank. Daar zijn we begonnen. En voor mij was het toen heel raar, want toen moest ik ineens Nederlands gaan praten. Omdat ik natuurlijk alles in het Engels doe altijd. Dan in één keer switchen naar je eigen taal is dan alsnog raar of zo. Ik weet niet. Ik vond dat zo raar. Ja. Daar moest ik echt aan wennen. En Jerry moest wennen aan het YouTube opnemen. Gewoon in de camera kijken en dat soort dingen. Zo, zeg maar. En dan gewoon praten en dan niet nerveus zijn en gewoon jezelf zijn en zo. Het huis zelf heb ik eigenlijk uitgekozen destijds omdat het dicht bij het politiebureau was. Ik was natuurlijk politieagent vroeger en ik reed de 112-meldingen. En het bureau is letterlijk naast mijn huis daar zo. Dus dat was echt perfect. Ja. Het was een koophuis. Nou, toen stegen de prijzen, zeg maar, nog niet zo erg als nu. En je was ambtenaar en zo, dus ik kreeg makkelijk een lening. Toen kon je nog een huis kopen inderdaad. Ja. En toen zei ik tegen Jer van ja, of we gaan samenwonen. Of, maar dat was meer omdat ik zoiets had van ja, we zien elkaar zo weinig en dit werkt echt niet zo. Want ik had nachtdiensten, middagdiensten, alles door elkaar. Dan zag ik hem 3 weken niet, dan was hij weer bezig, dan ging ik weer weg. Dan... Het was zoveel door elkaar, dus toen uiteindelijk heeft Jer ervoor gekozen om Haarlemmer te worden. Ja. En naar Haarlem te verhuizen. Ik vond het niet erg hoor. Dat is niet waar. Nee, laat me even uitleggen. Ik gewoon even in het kort, want ik ga niet zo heel lang hier aan besteden. Ja. Ik vond het erg omdat ik Amsterdam leuker vind. En beter vindt. Alleen Haarlem was veel beter voor mijn werkcarrière. Klopt. In Amsterdam had ik echt veel moeite om een baan te krijgen. Een baan te vinden, überhaupt. Solliciteren. Ik heb gewoon een HBO-diploma, but nobody gives a fuck. Nee, omdat je te duur bent. Dat vind ik dus zo dom. Serieus. Echt? Dus ik had mijn HBO afgemaakt. Ik dacht, nou ja, heb ik een goed papiertje op zak solliciteren. Maar ja, ik denk meerdere redenen dat dat niet lukte. En toen ik naar Haarlem kwam, kon ik gaan werken in de sportschool. Heb ik mijn personal trainingsdiploma gehaald. En ja, zo is eigenlijk alles gaan rollen tot waar we nu zijn, zeg maar. En toen zijn we eigenlijk verhuisd naar een huurhuis. Dat is dus waar we nu zitten. Ja. Puur en alleen omdat we daar gewoon uitgroeiden. Het was 55 vierkante meter. We hebben daar ook nog de video's van. Dus ik zal ze even hier in beeld laten verschijnen. Somewhere. Ja, jongen, ik zit naast je. Wat? Ik ben een oog uitsteken. Helemaal niet. Ja? Bruh. Dus de verhuisvideo's hebben we nog. Als jullie die willen zien, zijn ze dus net in beeld verschenen. En dan kan je dus zien waar we woonden. Hebben we een hele tour van gedaan. En toen zijn we dus hier gaan wonen. Een beetje een tussenwoning. Ja. En ja, we noemen het een tussenwoning omdat... Nou, we zijn ondertussen 10 jaar samen. Maar wij wisten nog niet van... Ja, oké, wat gaan we nou doen? Ook met werk. En willen we kinderen? Geen kinderen? Waar wil je heen? En toen dachten we, nou kom, we gaan gewoon huren. Een iets groter appartement, zodat we wel gewoon de ruimte hebben. En dat was dus hier. Ja, en het is wel veel groter, want het is niet iets groter. Ik bedoel, het leeft eerst op 55 vierkante meter en dit is 84 vierkante meter. 92. Waarom heb ik 84 in mijn hoofd? Oh, het nieuwe huis is 184, daarom. Oké, 92. Dus het is wel veel groter, maar het
feit hier, het is super mooi. Je hebt zo'n mooi uitzicht en alles. En dat is prima als je, zeg maar, niet thuis werkt. Want wij hebben dus een kantoor en studio in één. Maar het is ook gelijk je woonkamer. Ja. En de ruimte hier van het huis zit echt in de woonkamer. Maar niet in de extra kamers. Dus ja. Je hebt niet echt veel. De hele woonkamer is echt groot. Het is 45 vierkante meter. Maar ik zeg dus het iets groter. Omdat het voor mij hetzelfde voelt. Omdat de kamer dus hetzelfde is, zeg maar. En hier, omdat ik zoveel bezig ben. Maar ja, even in het kort. Dat is dus eigenlijk de reden dat we heel graag wilden verhuizen. Omdat we dus zoveel thuis werken, hebben we steeds iets van, ja, ik kan niet relaxen in de kamer waar ik werk. En ik kan niet werken in de kamer waar ik relax. En alles is hier samen. En dan heb je nog drie katten die overal rondlopen. En dat is gewoon echt veel. Ja, dat hoef je mij niet te vertellen. Ja. I know. Wij hebben ook echt, we hebben het wel eens genoemd dat als we dan bijvoorbeeld Netflix gaan kijken of zo, dat je zelfs dan, omdat je eigenlijk in je woon-werkomgeving zit, dat je dus niet kan relaxen en dus constant je hoofd ook maar door laat gaan. Ja, dus je rust niet uit. Dat is echt heel slecht. Dus nu hebben we dus eindelijk na 2 jaar zoeken, want Jerdy is echt Funda Master zo ongeveer ondertussen. Ik kan iedereen's huis vinden. Die heeft echt dag in dag uit 2 jaar lang op Funda gezeten om te kijken naar woningen. Ja. En nu hebben we dus een woning gevonden in Amsterdam. Waarbij we een hele aparte werkruimte, aparte studioruimte hebben. We gaan hebben. Dus naar Amsterdam. Ja, dat had je al gezegd, toch? Nee. Oh, we gaan naar Amsterdam! Ja. In ieder geval, alles is dus apart. Waardoor we dus echt een woonkamer hebben en een werkgedeelte. Wat ook, zeg maar, werkgedeelte is op de eerste verdieping en woonkamer op de begane grond. Ja. Dus dat is wel echt veel fijner. Ik denk dat dat ons heel veel rust gaat geven, zeg maar. Ja. We moeten nog het een en ander verbouwen. Als jullie willen zien hoe het nieuwe huis eruit komt te zien en misschien zelfs hoe het er nu uitziet als jullie een house tour willen, druk dan op de like button en drop het even in de comments. 150 likes op de video en dan gaan we een house tour doen. Ja. We zijn dus nu 2 jaar bezig met YouTube. En heb jij een favoriete video die we hebben gemaakt? Oeh, van YouTube zelf? Ja, gewoon. Eentje die we in deze woning hebben gemaakt. Oh. 10.000 calorieën. Maar nu gaan we eerst eten. Volgende 6 hot wings. 3 candy tubes. En ik denk niet hoe dat ding werkt. Blijf even. Haal je handen weg, Doe ze naar voren. Ja, dat is echt, dat vond ik zo bizar om te doen. En ik heb niet gehaald toen, maar goed. Bijna over mijn nek af en toe, maar... Dat 7, toch? 7.000. Ja, dat kwam wel echt ver inderdaad. Ja. Maar dat zijn wel echt gewoon dingen die mij herinneren aan deze woning, zeg maar. Het leuke van YouTube is dat ik nu gewoon terug kan kijken. Ja. En dat je gewoon echt de oude video's... Ik ging laatst nog onze oude video's even kijken van wat hebben we nou gemaakt. En we hadden natuurlijk Dinky in de Werfstraat nog. Ja, ons katje. Nou, die is overleden. Hier... Ja, fucking hell. We zaten hier 3 dagen in deze nieuwe woning. En je hebt, zeg maar, van die schuiframen. En ik had het letterlijk 's nachts zo'n stukje open laten staan. Want ik denk, weet je wat, die deuren zijn zo zwaar. Dat kunnen ze niet openduwen. Zijn ze niet sterk voor genoeg. En dan krijgen ze gewoon genoeg frisse lucht. Want het was echt warm. Was zomer volgens mij. En we komen dus in de woonkamer. En toen konden we Dinky, ons kleine meisje, zeg maar, konden we niet meer vinden. En die was dus naar beneden gedonderd. Vanaf 8 hoog. Dus dat was echt... Echt vreselijk. En dat is eigenlijk ook eerst de enigste herinnering die echt bij mij bijblijft. Dat was ook gewoon de start. Klote huis. Ja. Ik was zo... Zo zijn wij gewoon hier begonnen. Oh man. Ja. Je begint dan gewoon zo slecht in je nieuwe woning. En we zijn echt de hele dag in paniek geweest. Ja. Want ze lag niet beneden. Nee, dat was ook nog zoiets. Achteraf kwamen we erachter dat iemand dus had gebeld. En de dierenambulance had erop gehaald. Alleen de chip die ze droeg... die stond nog geregistreerd op onze oude woning van de ouders. Dus zij probeerden ons te bereiken, maar dat lukt niet. Hele dag gezocht en postertjes opgehangen in de hoop dat ze het misschien overleefd had. Want je weet het niet met katten. Uiteindelijk niet en hebben we haar dus begraven. Maar, dat was echt vreselijk. Ja, zo waren we hier dus begonnen. Maar de Werfstraat-video's hebben we haar dus nog wel. En daarom vind ik het zo leuk om YouTube-video's te maken. Dat je dan gewoon dat soort beelden gewoon wel hebt. Want heel veel mensen die maken geen foto's of video's. En ik ben daarom wel gewoon blij dat wij dit zo doen, denk ik. Ja. Maar al met al, weet je, we hebben gewoon een goede 2 jaar hier gehad. En veel mensen op Instagram zeiden, gaan jullie nou weer verhuizen? Alsof we gisteren verhuisd zijn. Ja, alsof dat een dingetje is dat wij graag doen. Ja. Terwijl we helemaal geen... Trust me, ik haat het. Maar Maar wat vind jij ervan dat je naar Amsterdam gaat?
Ik vind het echt super vet. Nos is een echte Haarlemmer, hè? Nooit iets anders. Haarlem. Nee, ik ben geboren in Schalkwijk. En daar heb ik gewoon tot mijn 4e, 5 jaar oud ongeveer. Ja, ik heb echt gewoon mijn volle leven, zeg maar, in Haarlem gewoond. Alleen, ondertussen heb ik echt zoiets van, ik wil iets anders. Ik wil gewoon een andere omgeving. Ik wil echt een stad, zeg maar, weet je. En nu gaan we in Amsterdam-Noord wonen. Maar je bent met 5 minuten op Centraal, want de metrolijn die is er natuurlijk, de Noord-Zuidlijn. Ja. En ik weet niet, het voelt gewoon echt goed om hier weg te gaan. Sinds zeg maar. Die Noord-Zuidlijn er ook echt is in Amsterdam, is alles wel echt gewoon connected. Dat is ja. Wel echt chill. Je bent met 10 minuten ben je op Rokin. Ja. Dat is echt geweldig. Dus ja, ik vind het niet jammer dat ik wegga eigenlijk. Ik zal ook niet veel missen. Nee? Helemaal niet? Nee. Want wat vind jij gewoon van Haarlem dan? Als iemand nu zou zeggen, ik wil naar Haarlem wonen. Ik vind het een hele mooie stad, maar ik vind het wel heel, hoe zeggen ze dat? Ik vind het heel burgerlijk, heel netjes. Eén cultuur zie je ook alleen maar vaak terugkomen. In de stad, zeg maar. En dat klinkt heel stom, maar ik vind wel dat Haarlem over het algemeen is gewoon heel erg veel Nederlanders. En dat is niet erg, maar ik vind het wel belangrijk voor mezelf en ook als ik later kinderen krijg, dat ze opgroeien in een soort van multiculturele samenleving waar je ook Hindoestanen, Surinamers, Mexicanen, Spanjaarden, Portugezen, weet ik veel wat, alles gemixt hebt. En dat heb je in Amsterdam veel meer en ja. In Haarlem ja, minder, alleen in Schalkwijk misschien. Ja. Ja. Ja, Nederland is eigenlijk best wel verschillend, zeg maar. Ja. Ook al is het zo klein, je merkt toch wel echt van... Haarlem is echt heel anders dan Amsterdam en dan heb je Almere of Utrecht. Nou, wij komen in best wel veel plekken in Nederland. Ja. En er hangt toch altijd een soort sfeertje of zo. En ja, dat moet je liggen. Ik ken ook genoeg mensen die zouden niet in Amsterdam willen wonen. Weet je, om wat voor reden dan ook. Ja. Maar, over het algemeen, ik vind Haarlem gewoon een hele mooie stad. Ik noem het altijd het mini Amsterdam. Dat wel. Wat betreft er komen nu ook echt veel toeristen. Heel veel. Gewoon overal. Ja. Maar weet je hebt natuurlijk de grote markt, die kunnen we ook zien vanaf hier, de kerk en zo, weet je. En de winkeltjes, de grachtjes die er tussendoor zitten. En overal zitten. Kan je fietsen. Ja, je kan overal fietsen. Met de auto is het echt een hel. Maar buiten dat is het gewoon echt wel een prachtige stad, zeg maar. Maar ja, wat ik zei, ik ben echt aan iets nieuws toe. En ik irriteer me er bijna dagelijks, zeg maar, over dat ik gewoon... Ik moet vernieuwing gewoon. Op een gegeven moment heb ik dat echt. Dat is zo stom. Ik ben heel snel verveeld met dingen. Maar hoe lang blijven we hier dan wonen waar we nu heen gaan? Weet ik niet. Moet vernieuwing. Nee, maar dit is echt een huis. Daar kan ik echt wel 10 tot 20 jaar in wonen, denk ik. Het is we hebben een huis gekozen op de toekomst. Dus we kunnen er heel lang wonen. En we gaan niet beginnen over kinderen nu. Nee. Stop it. Of over trouwen. Weet je, dat is altijd van, ja, put a ring on it. En wanneer hebben jullie kids? Er zit zoveel druk op van social media. Yeah. Mensen denken van, jij moet nu dit doen, je moet dat doen. En oh, wanneer gaan jullie trouwen? En dan denk ik van, chill. Leave me be, man. Ja, kom goed. Anyways, maar dat zijn dus wel dingen voor de toekomst. En ja, de nieuwe woning is echt, het is zo mooi, jongens. Het 150 echt... likes, anders krijg je het gewoon niet te zien. Ja, toch? Dat zou jammer zijn. Maar ik wil even, waar we het net over hadden. Drop even serieus in de comments waar jullie nu wonen. Want ik welke gewoon, stad? Ja, welke stad? Is het een leuke stad of zou je liever ergens anders willen wonen? Of waar je nu bent is gewoon perfect, want ik ben daar gewoon echt benieuwd naar. Want je hoort soms echt mensen die komen van... West-Beemster. Ja. Of niet Doortje. Ja. Nee, onze editor, zeg maar, die onze YouTube-video's wel eens doet, die kwam uit West-Beemster. En dat is echt een straat, zeg maar, en that's it. Dus die maar ja, het kan je liggen of niet. Ja, maar tuurlijk. Gooi even in de comments waar jij woont, als je het wil zeggen. En of je het leuk vindt of dat je liever ergens anders zou willen wonen. Ja. En waar dan. Ja, en ik zou ook heel graag willen weten wat voor video's jullie willen zien dan van een eventuele verhuizing. Want we kunnen natuurlijk vlogs maken, we kunnen ook een beetje onderwerpvideo's maken. We hebben al echt lang geen vlogs gedaan. Hè? Verbouwvideo's, weet ik veel. We kunnen het zo gek maken als we willen natuurlijk. Dus laat het vooral Want eens we gaan weten. Best wel veel doen, veel verbouwen. En ik kom met mijn eigen game room. Ja, toch. Ja, man. Ja. En heel misschien een home gym-achtig. Maar ik weet niet of we dat nog gaan doen. Nee, maar mijn game room wel. Sowieso. Anyway, dat was onze update over dat wij gaan verhuizen. Er komt nog veel meer aan. Dus blijf lekker kijken. Abonneer je op ons kanaal. En dank jullie wel dat jullie ons altijd zoveel steunen met de comments. Er komen echt steeds meer comments bij. Steeds meer mensen die de video's liken en echt positief erop reageren. So, thank you. En vandaag verplicht ik je even om te liken, ja? Want ik wil wel die verhuisvideo's maken. Ik vind
vind het zelf veel te leuk om te skippen. Je moet gewoon zelf liken. Je kan je eigen kanaal ook liken. Ik maak gewoon 150 accounts. Like. Nou, maar ik zei dat gewoon omdat ik echt benieuwd ben of jullie dat interessant vinden om te zien. Zeg maar. Laat maar weten. Ja. Zo. Doei. Peace.